In Oudenbos werd op het Prinsentuin College dinsdag een verkeersdag gehouden. Zo'n 120 derdejaars VMBO-leerlingen kregen aan de hand van verschillende thema's uitgelegd hoe om te gaan met de verkeersveiligheid. Zo liet de politie zien dat deze brommer ruimschoots over de maximumsnelheid heen zat: 76 kilometer, terwijl voor bromfietsers 50 maximaal is. Alle leerlingen kregen aan het eind van de dag een getuigschrift dat zij deel hadden genomen aan deze dag.